We zijn in Amsterdam voor een gesprek met Wouter Bos, directeur van InvestNL. We zijn wel benieuwd, een maand na livegang, wat hij aan het doen is en hoe het gaat met InvestNL. Hi. Goeiedag meneer Bos. Dag. Kunt u iets vertellen over wat InvestNL is? Nou, wij verschaffen risicokapitaal, geduldig risicokapitaal. Dus we zijn bereid risico's te nemen en lang op ons geld te wachten. En we begrijpen zelfs dat het af en toe ook goed mis kan gaan. En daarmee denken we dat we een aanvulling leveren in het landschap van Nederlandse financiers. En als we dan kijken naar de klantgroepen waar InvestNL zich op richt. Denk aan innovatieve ondernemers die ergens in die start-up scale-up fase zitten. Ze hebben een bewezen technologie en product, maar nog geen omzet. Ja, daar zijn vaak grote bedragen voor nodig. En dan kunnen ze misschien wel wat geld uit de markt halen, maar vast en zeker niet voldoende. Nou, misschien dat wij dan het ontbrekende puzzelstukje kunnen leggen. Afgelopen week is er natuurlijk ook aandacht geweest voor het minimum investeringsniveau. Over die grens van die 5 miljoen. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk een wat vreemde eend in de bijt. Hè? We werken met publiek kapitaal. Dus altijd weer zullen we eerst kijken bij financieringsaanvragen. Ja, zijn er niet gewoon banken of zijn er niet gewoon private equity of venture capital verschaffers die het ook kunnen? Dan zijn wij niet nodig. Als u kijkt naar de banken, die zijn tegenwoordig ook steeds actiever op het gebied van duurzaamheid. Wat vindt u van die ontwikkeling? Ik vind het fantastisch. Het is ook uniek. Hè, de mate waarin de financiële sector in Nederland, inclusief de banken, zich hebben gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Niet alleen in termen van de financieringsbijdrage die ze zullen leveren, maar ook hoe ze zich daarover zullen verantwoorden en daarover zullen rapporteren. Dat hebben we ook hard nodig. En wij zijn er dus mede om mee te doen. Zodat banken misschien denken, nou, als InvestNL meedoet, dan wordt het voor ons banken allemaal ook net een stukje behapbaarder. Ja. En op die manier hopen we samen die hele grote klus van de energietransitiefinanciering te kunnen klaren.